is superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van The Sims 4. Heb je er weer zin in? Druk op het duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren. Amy die gaat ontbijten. Daar liggen hier omeletten. Ik weet niet wie ze heeft gemaakt, waar ze vandaan komen. Zal ik wel, we eten ze gewoon lekker op. Oeh, is dat Nelis? Waarom ziet hij er vandaag zo netjes uit in zijn pak? Ik heb geen idee, maar Amy eet lekker een omelet met groenten. Zo ziet het er in ieder geval uit. En vandaag ga ik voor deze outfit. Daar heb ik wel eventjes zin in. En wat ik ook alvast wil doen, we moeten toch wel een beetje bezig blijven met onze lessen en ons huiswerk en dat soort dingen. College is pas weer over 3 dagen, deze zelfs over 4 dagen. Maar we moeten natuurlijk wel huiswerk maken en we moeten nog een presentatie voorbereiden. Een essay indienen. Dus ik dacht, ik zet alvast eventjes dit bord. Ik wil het eigenlijk eventjes niet... Ja, zo wil ik het hebben staan. Lukt dat? Ja. Die zet ik even hier neer. En dan gaan we alvast wat informatie vastleggen voor onze presentatie. Ja, ik kan het bord verder echt nergens kwijt. Het is super onhandig, want het is zo'n groot bord. Maar je kan het letterlijk... Ja, je kan het bijna nergens neerzetten. In mijn kamer is ook niet echt plek. Trouwens, iemand is een schilderij begonnen op mijn kamer. Maar deze is niet voor mij. Hier, ik kan het ook alleen maar schrappen. Dus dat is leuk. Mensen komen gewoon op mijn kamer en gaan gewoon lopen schilderen. Ze zijn helemaal betoeterd. Dus ik heb de deur nu ook gewoon weer op slot gedaan. Want ik heb natuurlijk helemaal geen zin dat iedereen altijd binnen komt lopen. Nou, ze is informatie aan het vastleggen voor haar presentatie. Dit ziet er allemaal al heel professioneel uit. Oh, ja, even wat opschrijven. Nou, mijn presentaties op school zagen er nooit zo professioneel uit. Ik zat altijd de avond van tevoren nog op Word snel wat dingetjes te typen. Of lekker heel Wikipedia over te schrijven. Maar zij doet echt goed de best. Nou ja, dat is in ieder geval goed. En ik had natuurlijk het idee om op een soort van... oh ja joh, prik lekker in je vinger. Nee, dat is handig. Om op een soort van koppelsweekend te gaan. Of nou ja, gewoon eigenlijk een mini-vakantie met vrienden en zo. Maar je kan niet op vakantie als je op de universiteit zit. Dat is best wel erg. De universiteit zegt gewoon van... Nee, jij blijft op school. Jij gaat de hele dag blokken en... Oh, zo, hallo. Dan wordt hier even heftig gezoomd. Maar goed, dat mag dus niet van de unie. Nou, dan gaan we wel niet op vakantie. En trouwens, wat is het hier? Een gore vuilnisbelt. Moet je kijken, joh. Echt, er ligt hier... Kots op de grond en scheid en weet ik veel wat allemaal. Zit hier een of andere vrouw half dood op de bank. Ik weet niet wat ze aan het doen is, maar het ziet er niet goed uit. Waarom is ze zo met haar hoofd helemaal in de bank? Een beetje dronken volgens mij. Nou, gaat niemand dit opruimen? En waarom is iedereen heel aan het flirten met elkaar? De debatconfrontatie. Oh, blijkbaar is er een debat gaande. Daar kunnen we wel even naar kijken. Oh ja, dat is hier. Kijk nou, ja, dat is dus als je lid wordt van die debatclub. Daar is Nelis dus lid van. Hier zit hij. Zitten nu 2 mensen te debatteren. We moeten dit ook nog steeds even schoonmaken, jongens. Dit ziet er toch niet uit. Oh, kijk, volgens mij is ze al klaar met haar presentatie. Ze heeft allemaal foto's toegevoegd en dingetjes. Nou, dit ziet er supergoed uit, meid. Ja, ik denk dat de presentatie af is. Nu moeten we hem natuurlijk wel nog geven. Nou, dat hoeven we niet per se nu te doen. Volgens mij kan dat ook alleen... tijdens collegeuur. Oh ja, kan alleen op weekdagen tussen 8:30 en 4:30. Nou, het is nu weekend, dus nu kan het niet. We kunnen het wel nog verfijnen en organiseren. Om feedback vragen of het eventjes oefenen. Ik weet niet. De kwaliteit is nu ondermaats. Oh, nou dat is ook lekker. Nou goed, daar gaan we later nog wel aan zitten. Ik dacht misschien is het leuk, ook omdat het weekend is, om eventjes naar huis terug te gaan. Want ja, in het weekend is er natuurlijk hier niet zoveel te doen. We kunnen wel leuk feesten en het gezellig maken, maar iedereen gaat een beetje naar huis en zijn eigen ding doen. Dus het leek mij wel een goed idee om dat ook gewoon te doen. We wonen natuurlijk in Brindleton Bay. Gaan we ook eindelijk even in het huis spelen, want jullie hebben het huis natuurlijk wel gezien in de intro. Maar ik ben er verder volgens mij helemaal nog niet echt geweest. Ja, alleen in het begin, maar we hebben niet echt... er gespeeld, zeg maar. Dus we gaan er eventjes naartoe. Kijken hoe het met iedereen gaat. Want ze ziet haar familie natuurlijk ook een stuk minder. Eel, ik zag je weggaan. Gaan we iets leuks doen? Zit iemand mij te stalken? Kalama. Eel, dat vind ik echt heel eng. Ik ken haar ook helemaal niet. Ik heb gewoon een stalker, jongens. Heel creepy. Ze zit ook in mijn groep gewoon. Nou, gelukkig gaat ze er vandoor. Ik weet niet wat ze gaat doen. Ze moet volgens mij heel nodig naar de wc. Dus nou, ze zoekt het maar uit ermee. Ik heb geen idee wie het is, joh. Echt super creepy. We gaan eens eventjes op de deur kloppen. Blijkbaar heeft Amy zelf geen sleutel. Zo, en dan zijn we eventjes lekker thuis. Kijk, dat is leuk. Daar hebben we de kat Pammy. Pammy is gek op Amy. En Amy is gek op Pammy. Dus we gaan Pammy eventjes aaien. Oh, ze rent heel snel naar boven. Ah, ja, eventjes de kat een beetje borstelen. Dat is ook wel nodig met die lange haren. Wat een schatje is het toch, hè, die kat. Ja, kijk dan wat een lieverd. Wacht, met Kalama kletsen? Waar is die Kalama? Is die hier binnen? Nee, toch? Nou, ik weet het niet. We zien hier wel Danielle, die op de kamer van Ethan zit. Ik weet niet helemaal waarom. Ik ga wel even vragen hoe de dag was. Ze ziet er een beetje bozig uit of zo, haar moeder. Ja, misschien is er iets gebeurd. Misschien weer iets met haar vader. Zou natuurlijk zomaar kunnen. Ze krijgt gelukkig wel een knuffel. Wel een beetje awkward om zo op de kamer van je broer te zitten. Waar is Ethan überhaupt? Hier is wel John, die aan het schilderen is op de ezel van Amy. Blijkbaar is hij ook ineens into schilderen. Dat wist ik helemaal niet.
Even kijken hoor. Oh, hier is Ethan. Eww, die vrouw loopt hier wel. Gadver, wat doet zij? Ze stinkt ook. Naja. Ze vindt het hier vies. Ja, ik vind jou vies. Waarom loop je in mijn huis, in het huis van mijn ouders? Ja, goed zo. Zet hem maar even goed op de plaats, Amy. Dit is natuurlijk niet normaal. Ik weet niet of het helemaal lekker gaat met die kalama, maar die moet echt weg. Oh, wow. Amy is echt boos. Maar ze zit hier ook gewoon heel chill. Zo van, ik kom hier gewoon even lekker chillen. Oké, ze gaat weg. Ja, ze voelt zich genegeerd. Nou, dat boeit me echt zo vrij weinig. Zal ik ook maar even vragen hoe het met John is dan? Met haar vader? Ja, het blijft natuurlijk wel haar vader. Even over de cijfers opscheppen. We gaan eventjes doen alsof ze het heel goed doet. Nu is ze blijkbaar iets ergs aan het vertellen. Ja, Amy, meid, schep maar even lekker op over je cijfers. Zeg maar hoe goed je het doet. Terwijl je het eigenlijk helemaal niet zo goed doet, want je ligt alleen maar in bed met Jay Huntington. Ja, haar ouders weten trouwens helemaal nog niet dat zij een vriendje heeft. Denk ik? Nee. Nou, moeten we binnenkort dan maar Jay Huntington gaan voorstellen aan haar ouders? En dat is wel serieus, hè? Dan wordt het wel een serieuze zaak natuurlijk. Oh, Tyra vraagt of ik langs wil komen. Nou, even niet. Ik ben nu eventjes lekker bij mijn ouders. Eventjes nog naar Susie. Kijken hoe het met haar gaat. Oh my god, kijk die kat. Ah, haar lieve kleine zusje. Nou, volgens mij gaat het met Susie best wel goed. Ze is nu speels. Eventjes naar haar school vragen hoe het daar allemaal gaat. Ik hoop ook wel dat het wat beter met haar gaat na al dat gedoe met hun vader. Maar ze ziet er nu wel blij uit. Nou, ze gaat even lekker een potje kaarten met haar broer. Eventjes gezellig wat quality time. Eww! Wie is dit? Waarom komen de hele tijd mensen in dit huis binnen? Ik vind het een beetje eng. Lost Toddler's Parent. Wat? Is er een... Wat? Oh my god, dit is een vrouw die haar kind kwijt is of zo. En daarom komt ze hier binnen. Oh my god, oké. Okay. En nu? Wat moet ik hier nu mee doen? Ja, blijkbaar is ze hier naar binnen gestormd om hulp te zoeken of zo. En waar is die Lost Toddler dan? Dit peuter. Oh, hier! Kijk, is dit de... Oh, dit is de Lost Toddler. Oké, okay, kan ik die dan ook helpen? Inform parent. Oké, okay, we kunnen de ouders inlichten dat het kindje hier is. Maar hoe kan die vrouw haar kind kwijt zijn? Terwijl het kind letterlijk daar staat. Dat is weer een beetje vreemd. Oh, kijk, daar is de moeder aangekomen. Nou, hier is je kind. Veel plezier ermee. Er was helemaal niks aan de hand. Want het kind stond letterlijk gewoon voor de deur. Waarom gaat ze nou weer in paniek? Oh, ze gaan er vandoor. Oké, okay, doei. Nou, dat was allemaal gek. Ik vind het wel weer gezellig geweest hier thuis. Het was leuk om iedereen weer eventjes te zien. Volgens mij gaat alles hier goed. Iedereen zag er blij en vrolijk uit. Dus dat is positief nieuws, denk ik dan maar. Amy, die heeft Jay vandaag natuurlijk nog niet gezien. En dat kan niet, want ze willen elkaar elke dag zien. En het liefst willen ze elke dag met elkaar het bed induiken. Dus Amy, die gaat Jay weer even opbellen om langs te komen. Om even te chillen. Ja, wat zullen ze gaan doen? Ja, jullie weten het allemaal al. Het is geen verrassing meer. Maar ja, ze zijn helemaal verslaafd aan elkaar. Dus dan doe je dat. Ze hebben ook niks te verliezen, dus waarom niet? Daar zullen we hem hebben. Wat een knappe jongen is het toch ook, hè? Het is echt een knap stel zo samen. Echt heel leuk. Misschien kunnen we even tafeltennissen. Ik bedoel, nu we hier toch staan. Pingpong spelen tegen Jay Huntington. Nou, dan gaan we eens even kijken wie er gaat winnen. En de winnaar, die mag kiezen wat we vanavond gaan doen. Ik weet niet, ik zeg maar wat. Oké, daar gaan ze hoor. Amy, die gaat denk ik de bal serveren of Jay? Oh, Jay, kijk, daar komt die. Hupsakee. Oh, lekker bezig, Amy. Oké, volgens mij heeft Jay een punt, maar we geven niet op. Amy, die gaat al door. Amy gaat al door. En... Oh, Amy heeft me nou weer laten vallen. Jay heeft weer een punt. En dan mag Jay dadelijk de hele avond bepalen. Oh, Amy is niet zo goed volgens mij. Nee, ze heeft volgens mij nog geen enkele punt gescoord. Nee, oh, weer niet. Nou, Amy is keihard aan het verliezen. Winnaar Jay Huntington. Eindscore 3 tegen 0. Nou, je bent keihard ingemaakt, Amy. Oh, hij schudt ons wel de hand. Beetje awkward, maar ook wel grappig of zo. Nou, gefeliciteerd ermee, hè? Oeh, nou, we sluiten het wel even romantisch af. Joh, moet je ze zien. Nou, Jay, wat wil je doen? Nog een spelletje? Wil je in het bed induiken? Weet ik veel. Ja, jij mag het beslissen. Zullen we even een arcade game nog doen? Ja, dat is wel leuk, toch? Nou, voor mij is die kapot. Ze zit op die knopjes te drukken, maar er gebeurt helemaal niks op het scherm. Jay is ook al weg. Gaat hij nou lopen slapen? Is hij helemaal betoeterd? En dan gaat hij ook daar slapen. Oh, wacht. Ik heb mijn deur natuurlijk op slot. Die moet ik wel even van het slot afhalen. Anders kan Jay er ook niet in. Eeuw, hier heb je weer dat meisje Kalama. Wat is het voor enge stalker? Ze woont ook helemaal niet in dit studentenhuis, volgens mij. Ja, we kunnen even de bedden checken. Oh, ho. Wait a second. We hebben allemaal nieuwe huisgenoten. Toru, dat is die jongen met kattenoortjes. Loopt hier ineens. Hester, waar is iedereen? Waar is Asami? Waar zijn al mijn huisgenoten? Maar Neles is er nog wel, toch? Nee. Oh my god, Neles is er niet meer. Oh, iedereen is weg.
is hun semester al afgelopen dan. Wat raar. Meestal blijf je allemaal dezelfde huisgenoten hebben totdat het semester zeg maar is afgelopen. Maar nu, ik nou. Oké, iedereen is weg. Ik heb gewoon allemaal nieuwe huisgenoten ineens. Ik dacht al, er lopen hier veel vreemde mensen rond. Nou, dat vind ik wel echt jammer zeg. Oké, maar dan moet ik ook de bedden allemaal weer opnieuw gaan doen. Ja, we hebben dus weer allemaal nieuwe mensen. Nu hebben we wel meer vrouwen. Nou, heb ik net de kamers helemaal ingericht omdat we zo weinig vrouwen hadden. Dat iedereen een eigen kamer had. Maar nu hebben we dus weer bedden tekort. Nou, ik doe dit bed wel voor Mo. Dit bed was voor Hester. Prima. Dan is deze tweepersoonskamer voor Vicky. Wat een grappige naam. Even kijken. Ja, en dan moet er ook nog maar een vrouw hier ergens op een kamer. Nou ja, dat maakt toch niet zoveel uit. Teulia kan misschien hier. Ja, en dan de rest van de jongens die slapen denk ik al allemaal hier. Oh my god, jongens. Maar die Kalama, die is nu dus ook een huisgenoot van mij. Oh my god. Nou, Amy kon het niet echt goed met haar vinden. Maar ja. Als iedereen maar met zijn handen van mijn kamer afblijft, dan vind ik het prima. Oh, hier wordt het weer romantisch, zo te zien. Natuurlijk. Oh, ja. Nou, inmiddels weten we wel wat dit betekent. Als ik dat gaat vragen, ze gaan daarna juichen. Er wordt weer oh ja gedaan. Nou. Al die nieuwe huisgenoten van Amy zullen ook wel denken van girl, wat doe jij? Gewoon heel de dag zit je met die Jay Huntington. Studeer jij wel? Nou ja, het is prima. Oh, waar gaat ze nou naartoe? Gaan ze in de... Nee, ze gaan in de douche. Oh my god, meid, gewoon publiekelijk. Iedereen die kan hier gewoon komen, hè. Iedereen kan hier douchen. Ze zitten gewoon in de openbare douches. Zitten ze nu, oh ja, te doen. Oké, dat is wel echt weer even next level van je, Amy. Nou, gelukkig is er nog niemand binnengekomen. Dat scheelt. Het kan wel ieder moment gebeuren. Maar ja, dan weten ze het ook weer, hè. Ja, maakt verder ook uit. Hey, vuurwerk. Hey, oké. Nou, kom eruit. Oh, ja, daar zou je ze hebben, hoor. Zo, nou, dat was weer een heftige partij. Ze is ook gelijk schoon. Dan hoeft ze niet meer te douchen. Dat scheelt weer. Nou, tijd om nu lekker te gaan slapen dan maar. Morgen is het... Nou, het is morgen zondag, dus het is nog steeds weekend. Dus we hebben nog een lekkere rustige dag. Nou ja, de dag wordt wel iets minder rustig. Want we moeten wel echt een beetje aan de gang met de presentatie en huiswerk. Anders komt het echt niet goed. Dus dat willen we ook niet. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je deze video weer leuk vond. Vergeet je zeker niet te abonneren. En ik hoop jullie weer te zien bij de volgende video. Doei doeg!